mijn broer introduceren. Die zal vanavond avond presenteren. Klaas, mag ik je vragen hier te komen? Ik was gevraagd om dit te presenteren voor jou, Hila. Hier is All Right. Een ziekte die heet NBIA. Het is ijzerstapeling in de hersenen. En die sturen de basale kern aan van allerlei spieren en eigenlijk allerlei functies die worden aangestuurd vanuit de hersenen. En dat verzwakt elke keer. En dat kan, gaat langzamerhand al wat minder worden. Maar ze kunnen alleen bestaan uit giften. Dus wij hopen hiermee veel geld op te halen. Zodat dat onderzoekscentrum kan blijven bestaan en er dus ook hoop is. Misschien ooit op een medicijn. Wat vond je tot nog toe van de muziek die gespeeld is? Heel leuk. Ja, kun je zeggen wat je het allermooist vond? Heb je ook meegezongen met sommige liedjes? Ja, die van Clearwater. Ja, die ken je het best. Ja. Oh, wat leuk. En er komt natuurlijk nog veel meer. Hoe vind je het nou dat zo'n feest voor jou georganiseerd wordt met al die mooie muziek? Superleuk. We gaan nu een lekker feestje bouwen de rest van de avond. Veel plezier allemaal nog. De morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Ja, Ela! Dank u wel. Thank you.
doen ze alle medewerking van 20 minuten. Ik ga jou overhandigen. Het feest is zijn einde. 25 mei, een gedenkwaardige dag voor Jaëla. 1000 man zijn er voor je gekomen. Hoe heb je dat ervaren? Ik vond het superleuk. Ja. Ja. Is de muziek ook een beetje naar je keus geweest? Ja, super. En het levert heel veel geld op, bijna 19.000 euro voor het onderzoek. Ja, 19.000? 17, 18, daar komt iedere keer nog geld bij. 19.000? Ja, dat is echt veel. Dat is veel, hè? Ja. Maar hoe vind je dat 1000 man naar de Stormvogel zijn gekomen, speciaal voor jou, om met jou samen feest te vieren? Ik vond het superleuk. Ja. En vooral die mensen die kwamen, die bedank ik echt heel erg. Ja. Moet je even naar de camera kijken, dan kun je ze nog bedanken ook. Bedankt iedereen die langs is gekomen. Ja. Op het benefietconcert van Jaëla Nagel. Ja, dat bedoel ik. Heel goed. Je moeder heeft veel werk voor je gedaan. We hebben al eerder gesproken. Dit is de avond. Heb je het idee dat er nog een keer zo'n avond moet komen? Ja. Ja. Volgend jaar. Ja. Ja. Want het is nodig, hè? We hebben veel geld nodig om het onderzoek uit te voeren naar jouw stofwisselingsziekte. En dat is ook nodig. Dat vind je zelf ook? Ja. Ik zou heel graag beter willen worden. Ja. Heb je nou een band dat je zegt van nou, maar dat is echt wel een topper geweest hoor? Ja, Bukkers. Ja. Ja. Van Stefan Springinveld. Ja. Ja. En dat is ook een liedje wat je kent? Ja, allemaal. Allemaal zelfs? Ja. Oké. Okay. Nou, je moeder zit naast je. Die heeft veel werk voor je gedaan. Even vragen hoe zij het heeft ervaren. Ja, Ali, we hebben elkaar eerder gesproken. Je leefde toen naar deze avond. Een topavond moest het worden. Nou, het is nu afgelopen, 25 mei. Hoe heb jij het ervaren? Nou, het voelde gewoon als één grote warme deken om ons heen. En we kunnen hierop terugkijken en opteren. Als we het weer wat moeilijker hebben, dan kijken we terug op een bijzondere avond. En iedereen die geweest is, ja, bijzonder bedankt. Ja. Je hebt er veel publiciteit aan gegeven. 1000 man zijn uiteindelijk richting de Stormvogel gekomen. Dat moet ook inderdaad een warm bad zijn voor jou. Ja, dat klopt inderdaad. Het is gewoon ja, eigenlijk niet te bevatten. Ik denk als ik vannacht wakker word, dat ik daarna denk van is het allemaal wel gebeurd en is het allemaal wel waar. Het was gewoon zo'n leuke avond. We hebben allemaal gewoon genoten. En iedereen die er hier geweest is, heeft gewoon een topavond gehad. En dat wilden we graag. En vooral Jaëla, die heeft zo genoten. Geweldig. Hoe hebben jullie er als gezin naartoe geleefd? Want het is natuurlijk toch een topavond. Een avond die je niet vergeten wil. Maar hoe leef je daar naartoe? Heb je daar iedere avond een knijpje in je vel van het gaat gebeuren? Nou, dat viel op zichzelf wel mee. Want we zijn thuis gewoon heel druk geweest. We waren met een verbouwing bezig. Want Jaëla ging beneden slapen. Dus we zijn met heel veel dingen tegelijk bezig geweest. Ik ben met mijn vereniging bezig geweest. Website maken. Dus uiteindelijk hadden we helemaal geen tijd om er heel veel over na te denken. Dus van de week dacht ik, oh, zaterdag is het al. En nu is het alweer voorbij. Ja, het was bijzonder. Het voelt echt. Toen je binnenkwam, je hebt een feestelijk jurk aangedaan. Het was voor jou ook eigenlijk een feest. Zo voelde het uiteindelijk wel. Ja. Ook al heeft het een feest met een randje, dat snappen we allemaal wel. Maar goed, iedereen is aan het dansen geweest. Iedereen heeft voor zichzelf plezier gemaakt. Ze zijn allemaal hier naartoe gekomen. Dat moet inderdaad een warm gevoel zijn, zoals je zei. Ja, dat klopt inderdaad. We zijn hier ook heen gegaan zo van, we gaan er een feestje van maken voor Jaëla. Dat was echt het doel. Ja. Dat is hartstikke mooi geweest. Wij bedanken je dat wij erbij mochten zijn. En de mensen, die 1000 mensen, worden natuurlijk ook hartelijk bedankt. Dat namens jullie. En het gaat je goed. En maak er een mooi feest van. Misschien wel de volgende keer. Ja, dat hoop ik. Dankjewel en tot een andere keer. Doei.